We staan hier met zoggerspecialist Carla Oldenburger, juist op deze plek en in deze maand, want dit is een bijzondere datum. Ja, 15 mei is Zogger senior, zeggen wij altijd. Of je kan zeggen van Johan Zogger, ter onderscheiding van zijn zoon die we dan Jan Zogger noemen. Maar 15 mei is Johan Zogger hier op Soestdijk overleden. Heel plotseling, hij was gewoon aan het werk, nemen wij dan maar aan. Want anders overlijd je niet zomaar op je werkterrein. Overleden en dan staat er in de Barendse archieven, staat er dan hij is overleden in een dagloonerswoning op Soestdijk. Zogger senior die kwam omstreeks 1780, zeggen ze. Dat wil zeggen, dat heeft zijn kleinzoon in een brief geschreven. Die brief die hebben we nog. Omstreeks 1780 kwam hij naar Nederland onder begeleiding van zijn vader. En wat kwam hij hier doen? Hij eigenlijk voor zijn opleiding. Nou moet je je niet voorstellen dat hier een opleiding was. Het was helemaal geen opleiding. Maar ik denk dat hij hier kwam omdat de Nederlandse kwekerijen zo beroemd waren. Hij kwam hier niet voor de tuinarchitectuur. Er was helemaal geen school of geen academie waar die beroemd was, zodat die Duitsers dat wisten. Maar hij kwam hier voor zijn werk. Om te leren bomen, planten, heesters enzovoort, bollen misschien ook wel. Daar kwam hij eigenlijk voor. En hoe is hij hier op Soestdijk terechtgekomen? Het punt is, in die eerste jaren, dus zeg maar in 1790 en tot 1800, toen had hij gewoon allemaal particuliere opdrachten. Ja. Heel veel bij de adel of bij patriciërs. En een enkele, zoals een bekende gemeenteopdracht. Eerst had hij een gemeenteopdracht in Arnhem en later, dus in 1794, voor het Valkhofpark in Nijmegen. Maar ik denk, ja, hoe kom je bij Soestdijk en bij Lodewijk Napoleon terecht? Ik denk dat die adel daar toch een tussenstapje is geweest. Wat waren toen de heersende opvattingen over landschapsarchitectuur? De bedoeling is dat de werkelijke natuur in deze nieuwe landschapsstijl wordt nagebootst. En dat is dan tegenover de kunst, het mathematische van de barok. Ja, ja, want dat was hier in Paleis Soestdijk ook. Hè? Dit park had ook die geometrische lijnen. Ja. 17e, 17e, 18e eeuw, ze was allemaal rechte lanen. En het paleis was natuurlijk niet zoals nu is, want het is allemaal verbouwd. Maar het was wel met een hele grote baroklaan. Hè? En de grap was dat die echte oudste Zogger en ook Michael, die moesten dan een ontwerp maken wat uitging van rechte lanen, wat uitging van prachtig allemaal vijvers op die middenlaan. Wat uitging van beelden in de tuin, al dat soort dingen. En ja, daar moesten zij dan een natuurlijk uitziend park van maken. Het water is altijd wel een van de allerbelangrijkste kenmerken waar ze van uitgaan. Als ze eenmaal dat water hebben liggen, dan kunnen ze daaraan secundair de paden erlangs leggen, zeg maar. De kleur was natuurlijk ook belangrijk. De kleur was belangrijk. De coniferen, oftewel de wintergroene bomen, die worden ook altijd in groepjes bij elkaar gezet, zodat als de andere, de loofbomen, kaal zijn, dat er altijd in ieder geval afwisselend groepjes groene bomen overblijven. Maar de kleur van de rode beuk en de kleur van
Dat is ook weer later hoor, die rhododendrons. Dat komt er toch weer later in. Maar het is natuurlijk ontzettend mooi om een witte rhododendron of een roze rhododendron in groepen als een soort ondergroei voor de loofbomen te hebben. Nee, de kleur is ontzettend belangrijk. Ja. De grasvlakten zijn ook allemaal glooiend, zeg maar. En ook vaak ook vooral glooiend naar het water aflopend. En dan niet met wild riet vlakbij dat water. En ook niet met andere wilde, ik weet niet wat, voor planten. Want je moet dat water kunnen zien. En je moet ook het paleis en andere dingen, die moeten spiegelen in dat water. Het zijn dus drie generaties en die zijn toch voor ontzettend belangrijk voor al het groen aanleg ontwerpen in Nederland. Ja, het Vondelpark? Het Vondelpark, dat is ook van Jan Zogger, dus dat is de tweede generatie, met zijn zoon de derde generatie. En het park in Rotterdam? Precies hetzelfde. Ook vader en zoon, tweede en derde generatie. Maar het punt is dat wij Nederlanders weten echt het verschil niet tussen de ene en de andere Zogger. Dus het is allemaal Zogger. En welke Zogger is natuurlijk voor degene die moeten restaureren, is dat ontzettend belangrijk. Want de ene Zogger is met hele andere ideeën bezig dan de andere. Hij is hofarchitect geworden, Zogger senior, in 1807. Dus Lodewijk Napoleon heeft toen allerlei opdrachten aan hem gegeven. En die heeft hem uiteindelijk een cadeautje gegeven voor al het werk wat Zogger senior gedaan heeft. En dat was een set ampierkandelaars. En die leven nog, die kandelaars. Dat wil zeggen, in twee takken van de nazaten. Ik heb er één gezien. En dat is heel toevallig, is die hier in Baren, bij de familie Walraven van Ommeren. Ja, ik wil maar zeggen, Lodewijk Napoleon was dus ook echt wel dankbaar. Net zoals het hele volk van Nederland dankbaar is voor de mooie projecten die hij dus heeft afgeleverd. Thank you.